Zo jongens, hallo. Jeetje Mina, dat is lang geleden. Ik ga heel even een poosje tegen jullie aan zitten kletsen hoor. Want poeh, het laatste van wat jullie van mij hebben gezien is volgens mij een hele leme weekendvlog. Waarin niet zoveel gebeurde. Een enorme goodiebag unboxing zat waar eigenlijk niks in zat. En dat had er eigenlijk gewoon een beetje mee te maken dat ik heel erg zenuwachtig was voor de bruiloft. Maar heel zenuwachtig was. Dus ik heb en niet zo heel veel gedaan. En wat ik gedaan heb, dat wilde ik eigenlijk niet vloggen. Dus nou, hè. Uiteindelijk heb ik die nog wel online gezet. Maar de weekvlog die daarna kwam, die heb ik maar niet online gezet. Want dat was niet wat. Wat ik wel gedaan heb die maandag nog. Dus dat is niet afgelopen. Het is van... Laat ik daar eens mee beginnen. Vandaag is het vrijdag 28 juni. Dus ook ontzettend welkom bij deze nieuwe weekendvlog. Het laatste wat ik gefilmd heb is maandag 17 juni geweest. Nou, die beelden, daarna kon je eigenlijk helemaal geen vlog meer noemen. En maandag 17 juni heb ik zangles gehad. De laatste zangles bij mijn huidige zanglerares. Want zij stopt er. Voorlopig althans, even mee. En daar heb ik gefilmd. Dus die beelden, die ga ik in deze weekendvlog invoegen. En jongens, ik ben geen zangeres. Ik wil niet op de planken staan. Ik wil er niks mee. Ik vind het gewoon ontzettend leuk om te doen. Dus wees een beetje mild in de comments voor me, zou ik zeggen. Want ja, weet je, ik doe er niemand kwaad mee. En ik vind het gewoon ontzettend leuk om ook dit met jullie te kunnen delen. When the rain is blowing in your face, and the whole world is on your case. Ja, zoals je nu gaat zingen, je hebt nu zeg maar twee zinnen gehad. Ja. Zoals je de tweede zin hebt gezongen. Zo mag je ook de eerste. Ja, de eerste was te rustig. De zacht en te ingehouden. En je mag hem echt gelijk... Dat plaatsen. When the rain. Precies. Je mag hem al. Ja. Oh, hier ga ik een opmerking over krijgen. Gaat ze weer met het plankje komen. Nou ja, dat. Ik weet het wel. Een beetje dat. En dat ongeveer de hele dag en alle dagen. En toen was het vrijdag. En die video, want het is uiteindelijk geen vlog geworden. Ik ben wel begonnen 's ochtends met vloggen, maar ik vond het eigenlijk leuker om er een echte trouwvideo van te maken. Die hebben jullie inmiddels gezien, want het is dus wat ik zei, vandaag de 28ste. En hij is vandaag online gekomen. Toen heb ik zaterdag gebrakt en geslapen en gebrakt en geslapen. Dus toen is daar ook niks van vloggen terechtgekomen. Ik dacht, weet je, ik begin maandag wel weer.
kon ik het weekend even bijkomen van de bruiloft. Dat was ook echt even nodig. Zondag hadden we nog wel iets leuks, want toen was Roy jarig. Dus dat hebben we nog gezellig met z'n allen gevierd. En toen werd het maandag en toen ben ik gaan werken. En op mijn werk voelde ik me steeds slechter en slechter en slechter en slechter. En 's avonds lag ik met dikke koorts op bed. Ja, dat was niet zo fijn. Dikke urineweginfectie te pakken met echt hoge koorts. En nou, het was ongeveer 85 graden buiten. Dus, en ik lag met een winterdekbed te klappertanden. Dus dat kan je nagaan. Maar goed, als ik het dan even warm had, had ik het ook gelijk echt stikheet. Dus dat was gewoon niet fijn. Dus, weer niet gevlogd. En vandaag voel ik me voor het eerst beter. Dus dat is heel fijn. Voor het eerst beter. Gisteren ging het ook al wat beter. Maar vandaag kan ik weer echt zeggen van nou, ik ben daar weer. Dus ja, toen heb ik gelijk de video gemaakt en online gezet. Natuurlijk eerst even aan Roy en Laura zelf laten zien. Nou, die vonden het geweldig. Dus ja, ik ben er weer jongens. Ik heb er heel veel zin in om weer lekker te gaan vloggen. Ik was vandaag... Ik ben heel even je naam kwijt. Ik ga hem gelijk even opzoeken, want dat heb ik nog wel. Marja Fransen. Ik was vandaag bij ons op het dorp in het winkelcentrum. Was ik even naar buiten gegaan, want ik dacht, ja, ik ben al die tijd binnen geweest. Het is mooi weer, laat ik even naar buiten gaan. Dus ik ging wat boodschappen halen. Hoor ik ineens naast me, hey, jij bent toch Bianca? Ja. Dus, en meestal, want het, wat ik zeg, we wonen hier echt een beetje op een dorp. Dus meestal kennen ze dan mijn moeder, mijn vader, mijn opa, mijn oma, weet ik. Die leven inmiddels niet meer. Maar ergens zit er dan altijd wel een relatie met de familie. Als iemand die ik zo op het eerste oog niet ken, zegt, hey, jij bent toch Bianca? Dus daar ging ik ook vanuit. Dus ik zeg, ja, waar ken je mij van dan? Ja, kijk je vlogs. En voor het eerst herkend op straat, is dat wat? Ik vond het hilarisch. Ik vond het echt heel leuk. Leuk even met je gekletst te hebben, Marja. Was heel erg gezellig. Morgen heb ik een hele leuke dag voor de boeg. Want ik heb kaartjes gewonnen. Ik heb kaartjes gewonnen van Bram de Wijs. Die had in zijn laatste video... gaf hij kaartjes weg voor de LHBTI+ Mediadag. En nou ben ik zelf geen onderdeel van de doelgroep. Had ik ook in mijn reactie gezet, ik ben geen onderdeel van de doelgroep, dus ik snap heel goed als je de kaartjes aan een ander wil weggeven. Maar ik zou het super leuk vinden om jou te ontmoeten en Dook zou daar ook zijn. Nou heeft die zijn voet gebroken, dus nou weet ik niet of die daar is, Dook van Dijk. En Eva is daar ook. En ik hoop een beetje dat Martijn misschien ook nog even komt. Want hij doet daar morgen een live gay talk. Dat is een rubriek op zijn YouTube kanaal. Waarbij hij LHBTI+-achtige gerelateerde, bedoel ik, video's maakt met gasten. En de gasten die ik net opnoemde, in ieder geval Dook en Eva, zijn daarbij aanwezig. Tenminste, Eva weet ik zeker. Dook, ik hoop het heel erg. Dus ik had in mijn reactie gezegd, ik wil jullie gewoon heel graag ontmoeten. En toen heb ik de kaartjes gewonnen. Vind ik echt heel erg leuk. Dus daar ga ik morgen naartoe. De kaartjes liggen voor Hoi, ik ben Bianca, klaar bij de balie. Ik had aan Suzanne gevraagd of ze mee wilde gaan. Maar die heeft morgen andere festiviteiten aan de gang. Dus ja, daar ga ik in mijn eentje. Het begint om 11:15. Ik wil om 11:00 mijn kaartjes ophalen. Dus dat betekent dat ik hier rond 9:30, 9:45 de deur uit ga. Dan ben ik gewoon op tijd. Dus vanavond een lekker rustig avondje. Want ja, weet je, je moet niet gelijk weer vol gas gaan als je net opgeknapt bent. Dat lijkt me geen goed idee. Dus ik ga even genieten van alle reacties op de trouwvideo. Als je hem nog niet gezien hebt, ga ik hem hier zeker onder even linken. En dan maken we er een gezellig weekend van. Ik ben in ieder geval heel blij dat ik weer terug ben. Zo, een hele goede morgen. Het is zaterdag 29 juni. En het is nu 9:30. Ik ben er al helemaal klaar voor. Met een beetje make-up op je hoofd zie je er alweer een stuk opgeknapt daaruit. Nou, ik voel me ook echt weer goed, gelukkig. Gisteren nog een beetje moe.
Vandaag weer goed geslapen, dus vandaag alweer wat minder moe. Nog wel een beetje rustig aan. Ik ga nu naar Beeld en Geluid. Daar ga ik een hele toffe paar uurtjes hebben. Dan rijd ik weer terug en dan is het de rest van de dag weer even goed bijkomen. Zo jongens, ik ben daar. Zie je? Beeld en Geluid. En ik kom net ergens achter. Zo stom. Ik ben mijn gewone bril vergeten. Dus nou moet ik de hele tijd binnen of niks zien of met mijn stomme zonnebril opzitten. Nou, stom is die niet, maar je snapt wat ik bedoel. Ik baal zo heel erg van mezelf. Ik heb hem hier toch ook niet in gedaan? Nee, ik heb hem echt niet bij me. Hij ligt nog op tafel, denk ik. Oh, ik zat op mijn bril echt gelukkig. Niet gevoeld, want dat voel ik niet. Maar gelukkig is die ook niet stuk. Oh, echt hè. Maar goed, ik ben binnen. Ik ben even op de wc. Want ja, hè. Dat moet ook gebeuren. En hier is tenminste lekker rustig om te vloggen. Ik heb ook een ring gekregen. Want dat kaartje is ook om Beeld en Geluid zelf nog even in te gaan. Dus dat vind ik super leuk. Dus dat ga ik daarna denk ik gewoon even doen. Ik heb wel een hele leuke winkelspot waar ik straks even wil kijken. Maar ik ga nu eerst naar de tweede etage. Want daar is straks de Gay Talk van Bram. En dan eerst maar eens kijken wat daar allemaal staat te gebeuren. Uit in Hilversum op de LHBTI Mediadag. En het is niet alleen maar bijzonder omdat we live zijn. Ik heb ook nog eens drie gasten vandaag. En de eerste is Doot van Dijk. Behalve zoals vandaag acteur, programmamaker, vlogger. Vandaag ook een mankenpoot. Wat is er gebeurd? Ik speelde in een voorstelling. En het was heel wild fysiek. En in de laatste minuut, in de laatste dans, de laatste sprong, ben ik in plaats van gewoon erop te landen, ik moest ook over iemand heen springen, ben ik gewoon bam op mijn enkel gesprongen. En ik zag gewoon gelijk groen en wit en geel. En ik dacht gelijk, dit is niet goed. En voor de duidelijkheid, we verwachten eigenlijk nog een derde gast, maar die heeft helaas afgezegd voor vandaag. Kendrick is er niet bij. Maar wel Eva en Doot. Zo, nou het zit erop. Hey. En ik mocht even vloggen met Bram, dat vind ik natuurlijk superleuk. Ja, heel leuk dat je er was. Ja, het was echt superleuk. Ja, top. Ik zei net al, het is net of ik naar een video van je zat te kijken. Ja, een live video. Heel gaaf, ja. Heel leuk. Vond je het leuk om te doen? Ik vond het heel spannend. Ja? Volgens mij ging het wel goed. Ja, het ging super goed. Dus als ik het durf terug te kijken straks, dan ben ik wel echt opgelucht. Maar... Mooi. Ja. En hij gaat op vakantie, dus fijne vakantie. Ja, dankjewel. Zo, weer even op de wc. Nou, dat was geweldig. Het was echt heel erg leuk om mee te maken. Nog even gevlogd met Bram. Daarna nog heel leuk staan kletsen en chillen met Eva en Martijn en Dook. En een vriend van Dook. Ik weet even niet hoe die heet. Foto gemaakt met Dook, die ga je nu zien. En nou, met Martijn even wat afspraken gemaakt om een vlog te gaan opnemen. Dus dat wordt super leuk. Maar goed, eerst gaan ze lekker op vakantie met z'n allen. Dus we sturen elkaar daarna wel even een berichtje over hoe of wat. En ik mag dus ook nog de experience gaan bekijken. Dus dat ga ik nu even doen. Als je dan de hele dag in de airco bent geweest, dan
Komt dit wel even aan, zeg. Poef, het is warm. Ja, sommige mensen zullen het zonde vinden dat ik met dat mooie weer de hele dag binnen ben geweest. Maar ik vond het eigenlijk wel lekker. En heel leuk natuurlijk. Ik heb het heel erg leuk gehad. Ik probeer mijn zonnebril in mijn koker te stoppen. Maar superleuk. Maar ik ben nu wel heel erg moe. Dus ik ga even wat te drinken pakken en een lekker bakje kersen maken voor mezelf. En dan eventjes uitbuffen. Zo, een hele goede morgen. Het is zondag 30 juni. Ik had gisteren niet meer gefilmd. Ik ben na het eten even gaan slapen. Of slapen, even plat. En vervolgens ben ik bij mijn ouders geweest. De buren waren er, dus dat was heel gezellig. Maar ik had al zoveel materiaal gisteren gefilmd dat ik dacht, ik laat de camera lekker thuis. Want vandaag ga ik denk ik ook nog best wel veel filmen. Want er is nog iets gebeurd, jongens. Terwijl ik niet aan het vloggen was. En dat ga ik even op mijn telefoon laten zien. Dat is... Komt u maar. Ja, dit... Wizards United is uit. Oh, geweldig. Het is een soort Pokémon Go, maar dan Harry Potter themed. Nou ja, Harry Potter is natuurlijk op mijn lijf geschreven. Ik zit gelijk weer helemaal in die Harry Potter flow. Echt heerlijk. En mijn broer vindt het toevallig ook onwijs leuk om te spelen. Die was ook echt groot fan van Pokémon Go. Toen de tijd hebben we dat ook samen vaak gespeeld. Dus wij gaan er vandaag als het goed is op uit om, om wat te doen. Want om mensen te redden. Want dat is volgens mij wat je wel doet bij dit spel. Het is niet als dit, nee. Het is niet zo dat je dingen echt vangt of zo. Maar je moet opdrachten uitvoeren en dingen terugbrengen. En het is echt geweldig. Kijk, het ziet er zeker Pokémon Go-achtig uit. Want ze hebben volgens mij hetzelfde principe gehanteerd. Maar ik vind het onwijs leuk. Dus nu ben ik net mijn bed uit. Het is 7:15. Dus ik ga eerst even ontbijten. En dan eens even contact hebben met mijn broer over hoe laat en waar en weet ik het allemaal. Dus dat wordt hartstikke gezellig. Zo, ik ben inmiddels aangekleed. En kijk, deze vond ik... Ik heb even een foto gemaakt voor op Instagram met mijn toverstok. En toen vond ik deze. Ik heb hem gelijk omgedaan. Eigenlijk zonde om niet te dragen. Kijk, het is een kleine Hedwig. En een accepted letter van Hogwarts. Een uitnodigingsbrief. Er zit ook echt een briefje in. Heel schattig. Robert gaat uiteindelijk niet mee, dus ik ga in mijn eentje. Ik moet nog even bepalen waar ik heen ga. Ik wil eigenlijk dus even op Kijkduin gaan kijken hoe het er daar... Maar ja, Kijkduin wordt momenteel heel erg verbouwd. Dus ik vraag me af of daar wel dingen gaande zijn. Maar goed, we kunnen het in ieder geval even gaan bekijken. Powerbank mee. Daar moet ik nog wel even het stekkertje van inpakken, want anders heb ik niks aan die powerbank. Ik ga nog even wat flesjes water halen. Mijn brood is ingepakt. Ik zeg, we kunnen gaan. Dus ik vind het voor het vloggen wel... Ik vind het sowieso jammer dat Robert niet meegaat. Want het is altijd gezellig. Maar dat komt echt nog wel een andere keer. Maar ik vind het ook jammer voor het vloggen. Want ik vind het, merk ik, toch makkelijker om te vloggen als er iemand bij is. Dan heb je een soort van afleiding. En als ik in mijn eentje ben, vind ik het toch een beetje spannend. Maar goed, we gaan gewoon kijken wat ik kan vloggen en wat leuk is om te vloggen. Want om mij nou de hele tijd dat spel te zien spelen is misschien ook niet heel boeiend. Mochten jullie er meer over willen weten, laat het me weten. Dan kan ik misschien een uitlegvideo een keertje maken of zo. Maar vooralsnog ben ik ook gewoon zelf nog aan het ontdekken hoe het allemaal werkt. Zo, ik ben op Kijkduin en inderdaad... alle Pokestops van vroeger zijn nu in charge of dit spel, dus dat is tof. Maar zie je daar die hele grote bouwput? Dat is precies de hotspot. Shoot. Daar baal ik wel echt van. Nou kunnen we er niet bij komen. Maar goed, ik vermaak me wel op de rest van Kijkduin.
Het is inmiddels avond. Ik heb mijn make-up er weer afgehaald. Ik heb lekker mijn pyjama al aan. Het is nog heel vroeg, het is pas 7:30. Dus ik ga nog niet naar bed. Maar ik heb ook niet heel veel boeiend meer te melden. Zo, dat was mijn eerste weekendvlog weer, jongens. Ik had het ja, superleuk om weer te doen. Echt heel en gelijk een heel leuk weekend. Ik hoop dat de beelden van gisteren ook leuk zijn geworden. Denk het wel. Ik heb het echt ontzettend naar mijn zin gehad met Doak en met Martijn. En Bram was ook super aardig. Ik zit ook nog in zijn vlog, wat ik ook heel erg leuk vind. Dus ja, morgen begint de werkweek weer. Dan kan ik eindelijk weer aan de slag. Ik vind dat altijd heerlijk. Als ik, zeker als ik zo, echt zo ziek ben geweest. Want ik kon echt helemaal niks. Dan heb ik gewoon ook echt weer zin om aan de slag te gaan. Dus nou, dat wordt helemaal leuk. En dan gaan jullie dat zien in de volgende weekvlog. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze weekendvlog. Doe je duim omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je weer in een volgende video. Doei!